Berends. Burnett, hoekschop nummer 3 al. Gudmundsson. Bal met links laten indraaien. Bizot zit ernaast en Altidor schiet hem over. De kans al voor AZ in de 5e minuut. Altidor moet dan eigenlijk die kans benutten, maar dat doet hij niet. 2010 wist Groningen hier nog te winnen, toen had het nog Matafs. 1-0. Gudmundsson. Daar nog een mooie poging zeg, van Gorter. De bal werd denk ik ook een beetje opgepakt door de wind. En dan de mooie zweef van Bizot. Maar hij gebaart aan zijn medespelers, schuif even wat meer mee door. Er is niet veel animo voor, in dit geval. Pas van Bakuna, daar is Zeefuik. Kan uithalen, legt hem nu terug. Beste bal met de voet en dan in de rebound. Kim die dat vergeet af te maken. Dicht bij een treffer. Esteban weet het te voorkomen. Zo zie je maar. Overdonderend begin is voor AZ, maar nu is daar ook nadrukkelijk Groningen. De Zeefuik. Van Dijk is mee. Wordt nu ingeschakeld ook. Van Dijk met grote passen. Esteban, maar net. Die bal nog niet weg. Nu wel via Marcellus. Dit is toch niet de eerste keer. Lichte paniek daar achterin bij AZ. Vrije ruimte. Twee man die elkaar in de weg lopen. Kierum. En nu scoort Groningen. Ja, er waren al wat kansen aan vooraf gegaan. En Kierum blijft nu rustig. 27e minuut. Komt Groningen op voorsprong. En helemaal verrassend is het toch niet. Hier gaat het dus mis. Zeefuik tussen twee verdedigers in bij AZ. Viergever Rijnen en dan Kierum die ervan profiteert. En hoe? Heel knap. Hier Altidor. Voor de tweede keer in de wedstrijd. Bizot zit eraan. Goeie redding. Gorter. Bal weggehaald door De Leeuw. Opgevangen door Marcellus. Van Dijk. Maar die duwt ten opzichte van Elm. Nou. Tja. En dan krijgt hij nog geel. Maar is die voor Lindgren? Ik neem het aan van wel. Dat zal niet voor dit moment zijn. Het is duwtje van Van Dijk. Van Hiegelen gaat even naar de zijlijn. Ik neem aan om nog even wat te bespreken met de heer Maaskant. Maaskant die in zijn schulp gekropen was inmiddels. En nu gaat Hiegelen weer terug. En Maaskant moet nu naar de tribune, want hij zegt nog wat op het moment dat Hiegelen hem gewaarschuwd heeft. Dus ja, ik vind het in ieder geval niet slim van Maaskant dat hij zich ertoe laat verleiden. Nog eens wat te zeggen. Hier heeft hij hem toegesproken. En dan roept hij nog wat. Hey. Herkennen wij. En Maaskant wil van de vierde man van den Heuvel nog even weten waarom. Afijn. Hebben de spelers van Groningen hun concentratie bewaard, want ze moeten hier een vrije trap verwerken. Nou, die komt in de muur. Niks aan de hand, zegt Hiegler verder. Vrije trap van Gudmundsson smoort derhalve. Maar her. Gudmundsson. Daar net niet. Altidor. Overtoom. Met veel gejuich begroet. Balbezit voor Overtoom. Balletje richting Altidor. Mag er ook wezen. Legt hem goed terug op Maher. Zijn het. Mooi opgevangen door De Leeuw. Trap van Bizot. De Leeuw die ook nog even een cake nakrijgt. En een rode kaart. Een directe rode kaart voor Elm. Ja, hij staat er bovenop. Hiegler. Dit is wat Elm doet en hij is te laat. En hij raakt De Leeuw. En het oordeel van Hiegler is streng doorrechtvaardig.
Kakman en Altidoor. Altidoor. Maher. Dat is goed gedaan. Kakman houdt tegen. Marcellus. Overtoom. Goed gekapt. Nu met links schieten. Ja, dat is een mooie poging. Een prachtige poging van Willy Overtoom. Die in 1-2 bewegingen laat zien waarom ze hem bij AZ graag willen hebben. Gespannen gezichten. En zo gaan we toe, denk ik, naar de laatste poging voor AZ zal zijn. Maher, twee man bij zich. Probeert er dan tussendoor te komen en vraagt dan veel te gemakkelijk om een vrije trap die hij niet gaat krijgen. Maar Gorter heeft nog de bal vergeefs gedaan. Maaskant wint. Verbeek teleurgesteld de kleedkamer in. Handje van Verbeek voor Maaskant. Zo doen collega's dat onder elkaar. Groningen wint verrassend hier door die treffer van Kierum. In de 27e minuut gemaakt met 1-0. AZ druipt teleurgesteld af en met hen vele AZ-fans.